Hallo Thijs van Drabbezeerrecht en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 2. Vandaag gaan we een grafkelder doen. So yeah, let's do this. In ieder geval vandaag gaan we dus een grafkelder doen. En allereerst moeten wij natuurlijk zien te vinden waar die grafkelder eigenlijk is. Eigenlijk, dat is heel simpel gezegd wat we zouden moeten doen. Of wat we nu gaan doen. We gaan uitzoeken waar die grafkamer nou eigenlijk is. Want ik weet het niet. Ja, mensen, ik loop hier gewoon eventjes langs. Je hoeft helemaal geen zorgen te maken. Ik probeer dit gebouw niet in te lopen. Ik probeer alleen de grafkamer te vinden. Maar die is ook hier ergens. Oké. Okay. Nou ja. Daar is een brug. Niet nodig. We gaan gewoon hier langs. En nu kan ik me nog herinneren. Want ik heb deze game eerder gespeeld. Dat hier ergens iets was met, ja, dit ding. Hier met dit houten bruggetjesgeval. Dat we hier makkelijk op kunnen klimmen. Nu weet ik alleen niet meer of hier, nee, dat is jou. Of hier nou dat ding was, die grafkelder. Want het is ook een flinke tijd dat ik dit voor het laatst gespeeld heb. Oké, in ieder geval, ik weet dat we hier het gebouw op kunnen komen. Verder dan dit kunnen we echt niet komen, want hier staan hekjes. Maar misschien is dit net genoeg om te komen waar we moeten zijn. Oké, naar beneden. Oh jawel, hier is die, oké. Ja, naar beneden, dat is jou. Oké, let's do this. Dat het niemand ooit is opgevallen trouwens. Oké, let's do this. Breekbare voorwerpen, ja dat begrijp ik, want dat heb ik ook al in Assassin's Creed 1 gedaan. Oké, ziet er goed uit. Het geheim van San Marco. Los de raadsels van Basilica San Marco op en vind het verborgen sluitmoordenaarszegel. Accepteren. Oké, gaan we doen. Activeer de puzzel. Nou, die was de puzzel start je waarschijnlijk met dat draaischijfje daar. Tenminste, het wordt niet voor iets laten zien in een filmpje. Dus ja, dan starten we de puzzel maar. En er staat ook een waypoint bij, dus... Oké. Ik neem aan dat je hier overheen moet gaan lopen. Los de 4 beproevingen op. Oké, nou, dat vind ik wel een mooie beproeving. God, dat is echt een hele route. Oké. Ik heb ook zo'n idee dat het binnen de tijd moet. Trek aan de hendel voordat hij terugziet. Ja, dat begrijp ik. Oké, dan had ik dus wel gelijk dat het binnen de tijd moet. Oké. Let's do this. Oké, hoppakee, hoppakee. En dan, daar naartoe. Nu weet ik niet meer precies waar ik dan naartoe moest. Oh, hierop. Ja, dat weet ik nog. Ja. Hierop. Hierop. Oké. Hierop verder. Ja. Over deze hoofdjes moest ik heen. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Hoppakee, hoppakee. Hoppakee. Hier wilde hij niet langs, dus dan moeten we hier omheen. Nee! Het is jou zo toch niet? Oké, dan gaan we dit opnieuw doen. Oké, dan kan ik... Oh, ik was daar, dan kan ik opnieuw zien waar we langs moeten. Oké, nou ja. Over die hoofden, dat begrijp ik, maar daarna weet ik het niet waar ik langs moet. We zien wel. In ieder geval, we moeten 4 van die dingen oplossen en wij hebben al moeite met de eerste. Dus dit... Nee, Ezio! Dus ik wou zeggen, dit wordt wat. Maar als Ezio zo al begint, ja, dan wordt het wat, ja. Oké, in ieder geval, hoppakee.
Hoppakee. Hoppakee. Oké. Doorgaan, Ezio. Dat maakt me helemaal niet uit of jij dit doet. Oké, opschieten. Op de hoofdjes, hoofdjes, hoofdjes. 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 Oké, en dan? Ja, je mag... Ja, maar dan begrijp ik niet waar we verder naartoe moeten. Misschien hierom heen. Heb ik veel tijd? Aan die vakjes kan je dat namelijk zien. Nou, een klein beetje. Klein beetje tijd. Oké, dan moet ik op dit orgel zien te klimmen. Oké, daar heb je de... Oké, dash to the handle. Nee! Nee. Dit wordt opnieuw. Opnieuw. Oké, krijgen we weer dat filmpje? Ja hoor. Hoppakee, nou. We kennen nu de volledige route. Ik hoop dat Ezio het ook serieus neemt, deze route. Want dit was nog maar, dit is nog maar de eerste beproeving. En we moeten 4 van die raadsels op gaan lossen. Tenminste, dat zei dus net. Dus ja, dit wordt wel... Dit gaat lang duren, mag ik zo zeggen. Maar ja, het is toch vakantie. En ik heb ook 20 minuten voor deze aflevering gepland. Dus ja, normaal 15, maar omdat het vakantie is, doe ik deze aflevering gewoon 5 minuten langer. Anders zou die gewoon 15 zijn. Maar oké. Oké, in ieder geval opzij, 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 opzij. Nou, tijd staat op dit moment. Oké, in ieder geval... Zometeen gaan we geen dash to the finish doen. We gaan gewoon rustig kijken waar we naartoe springen. Want dat is het meest handige. Oké, omhoog. En even kijken, waar zijn we? Daar is het. Oké, dat is nummer 1. Auw, dat deed damage. Oké, dan gaan we naar rechts. Denk ik. Oké, dit ziet er een stuk simpeler uit. Een stuk makkelijker. Oké, kom op. Trek aan de hendel voordat hij terugschiet. Oké. We moeten hier omhoog. Dat heb ik gezien. Ding, dat heb ik gezien. Dat we hier omhoog moeten. Oh, hierop. Laat maar. Laat maar. Ik had het begin van het filmpje namelijk niet zo goed opgelet. Gozer. Ezio. Kijk, dat is je naam. Ja, waarom draai je je camera zo bij? Ik moet toch ook zien waar jij naartoe wil? Dat werkt niet als je je camera helemaal naar San Francisco stuurt. En we kunnen beter terug, want we zijn nog niet op de helft van het parcours. En de tijd is al lang over de helft. Oké, dit geeft ons tijd. En ik loop het even verkeerd. Het kost ons tijd. Oké, kom op. Oké, hier langs. En dan springen. En dan van paaltje naar paaltje naar paaltje naar paaltje. En doorspringen. Hoppakee. Opzij, opzij. Oké, we hebben tijd zat nu. Opzij, opzij, opzij. Oké, overspringen. Opzij, opzij, opzij. Nou, hier is het niet. Of, nou ja. Jawel, hier is het wel. Oké. Opzij en omhoog. Hoppakee. Nou, en dan is het volgens mij alleen maar hier nog naar boven klimmen. Tenminste, dat is wat ik gezien heb in dit filmpje. Oké, hoger, hoger, hoger. En achterwaarts springen. En... Hoppakee.
Dat was de tweede beproeving. Yay. Daar ben ik echt blij van. Oké, dan gaan we over naar de derde beproeving. Deze lijkt me wel leuk. Oké, deze ziet er een stuk simpeler uit. Maar dat zei ik ook van de vorige, dus... Oké. In ieder geval, hier moeten we ergens omhoog. Ik weet niet hoe. Jawel, ik weet wel hoe. Via hier. En dan zo. Ja, kijk, dit lukt ons wel. Als Ezio een beetje goed meewerkt. Lukt dit ons wel. Oké, hopkeep. Opzij, opzij, opzij. Oké, loslaten, Ezio. Nee, Ezio. Toch niet zo. God, Ezio is een beetje gek aan het doen. Oh god, zoveel tijd hebben we niet meer. Ezio, fijn dat je dat nog even laat zien. Je bent zo erg aan het klungelen en dan laat je nog zien hoeveel tijd we nog over hebben. Wat echt bijna niks meer is. Oké, omhoog. Oké, dit wil ik gewoon in één keer kunnen doen. Ik wil gewoon eentje in één keer kunnen doen. Oké. Kom op, klimmen, klimmen, klimmen. Oké. En... Hoppakee. Volgens mij was dit ook net. Net op het laatste nippertje. Nou ja, als het net op het laatste nippertje was, was het net goed genoeg. Dus, goed gedaan. Oké, en dan gaan we over naar de laatste beproeving. En dat is deze. Nu is het best wel dom dat ik niet heb opgelet. Ik heb niet opgelet op het filmpje. Nou ja, we maken er maar wat van. Dat is wat we altijd doen. Oké, hoppakee, hoppakee. Tot nu toe... gaat het. Dat is wel aardig. Nu niet meer. Oké, we moeten sowieso dit refreshen. Dat is op zo. Oké, let's do this again. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Nee, niet daar. Ga van dat ding af, Ezio. Je moet niet steeds op een muurtje gaan zitten. Oké, hoppakee, hoppakee. Omhoog. Goed zo. Oké, hierop overspringen, denk ik. Of hierop. Kijk eens, ja. En dan die kant op. Hoppakee, hoppakee. En dan die pakken. Omhoog. Nee, Ezio, omhoog. God, niet die kant op. Ezio! Daar! Bij die kruisen, daar. Oké, hoppakee. Oké, we hebben nog wel even tijd. Oké. Hop, 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 hop. Was helemaal niet nodig, maar... Het zag er een stuk badasser uit. Als het een woord is, badasser. Oké, en... En het is het Assassin's teken. Oké, ga de grafkamer in. Ik dacht dat we al lang bezig waren met de grafkamer. Ach nou ja. Oké, ga de grafkamer in. Helemaal goed. Oké, let's go down. Oh. Oh, dit is niet een hele lange drop. Open de sarcofaag. Oh, is dat hier al? Oké, allereerst de kistjes, want de kistjes zijn natuurlijk veel belangrijker. Want dat is allemaal geld en zo.
En dat is belangrijk. Trouwens, over kistjes gesproken. Morgen gaan we trouwens de kistjes doen van dit gebied. Want we zitten in een nieuw gebied en natuurlijk zijn daar weer kistjes voor. Dus dat doen we morgen een mooie speedrun van. Dat betekent dat ik vandaag nog dit sarcofaagje ga openen. En dat ik nog een schatkaart ga kopen. Want meer tijd hebben we niet echt. Want ik zie al wel weer dat we richting de tijd zitten. In ieder geval openen. En dat is een soort slang. Oké, nou. Daar naartoe. Ringeling gesynchroniseerd. Sluipmoederaar zegel gevonden. 5 van de 6. We gaan goed. 1500 florijnen. Het geheim van San Marco. Gesynchroniseerd. Jee. Denk ik. Duiken. Ja, dat weet ik al lang, game. Want ik heb al lang moeten duiken. Of ik het nou wou of niet. Het zou wel wel. Oké, waar komen we uit? Uit een rioleringput. Oké. Dat zo. Als je daar graag uit wil komen, dan kom je daaruit. Oké, in ieder geval. Plaats maar. Oké. Oké, en wat gaan we nu doen? Oh ja, we moeten een schatkaart kopen. Voor morgen, want morgen gaan we die speedrun doen. Van alle kistjes in dit gebied. Oké, in ieder geval. Dan moeten we dus een schatkaart verkopen bij een kunstverkoper. En die kunstverkoper is daar. En als dat gedaan is, dan vind ik het ook weer mooi geweest voor vandaag. Dus ja. Laten we maar zo snel mogelijk dat gaan. Oh, de villa kist is vol. Geen extra inkomen ontvangen. Nou, dan moeten we binnenkort er weer eens een keer naartoe. En dat gaan we ook doen, want als, nadat we kistjes hebben gehaald in een speedrun, gaan we daar naartoe om de nieuwe dingen te kopen van, de, van sequentie 8. Oké, hallo gozer. Ik wil graag een schatkaart voor San Marco. Always a pleasure, Theo. Oké, en laat maar zien. Hoeveel schatkistjes zijn hier? Oh, dat valt op zich nog wel mee. Oké, dat kunnen we dus mooi de volgende keer gaan doen. Want nu ga ik tegen jullie zeggen, kijk zo even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan valt voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!